Nou, leuk. Dankjewel. Echte NEC gebakjes. Zeker. Van de echte bakker. Van de echte bakker. Dat gaat zeker smaken. Die gebakjes zijn er niet zomaar. Vandaag vieren Jacqueline en NEC hun gedeelde verjaardag. NEC is 121 geworden en Jacqueline... 39, nog net geen 40. Ja, het blijft gewoon leuk om je verjaardag te delen met de voetbalclub waar je fan van bent. De jarige is al heel lang fan. Zelfs toen ze naar de andere kant van het land verhuisde, bleef ze haar clubje trouw. Toen ik 8 was, heb ik 10 jaar in Rotterdam gewoond. En iedereen natuurlijk fan voor Feyenoord. En dan was je al heel populair als je durfde te zeggen dat je voor Ajax of PSV was. En daar kwam ik aan. Ik ben voor NEC. Gewoon aan de andere kant van het land. Maar ja, NEC, dat zit erin, dat blijft erin. Voor een paar jaar terug heb ik hier nog vrijwilligerswerk gedaan. Na de wedstrijden de bezoekerstoiletten schoongemaakt. Dus wat je al niet over hebt voor je clubje. En dan kon je wel naar de wedstrijden toe? Ja, dan mocht ik naar de wedstrijden toe. Om de dag helemaal compleet te maken was er naast de gebakjes vanuit de club nog een andere verrassing. Namens spelers en staf. Wij zijn jarig en jij ook, dus hartstikke leuk. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Alsjeblieft. Die krijgt een mooi plekje in de woonkamer. We maken er een mooie dag van. Ja, jullie ook. Ja, hartstikke leuk. Had ik niet verwacht. Maar krijgt zeker een mooi plekje. Er staan hier toch weer nieuwe handtekeningen op. Dus die krijgt een mooi plekje bij de verzameling. RN7 wenst NEC en Jacqueline een hele fijne verjaardag.